Netflix met jullie delen. Wat een kort filmpje. Als mensen snappen wat indoctrinatie is en propaganda. Maar niks snappen van programmering, dan kan je dit beter niet kijken. Maar ze willen de mensen gek maken. Ik was laatst een dienst aan het kijken op YouTube. Daar een beetje de pastoren, in mijn woorden dan, al een beetje zeggen: neem dan maar gewoon zo snel mogelijk die vaccinatie. Want later ga je alleen maar meer last krijgen van de duivels. Met het wel eens en niet eens. Maar de demonen worden bij iedereen erin gestopt. Echt bij iedereen. Dat polio niet bestaat. Dit zijn Lies en Ryan. Hun ouders zijn gestoord. Die zeggen dat je autistisch van wordt. En dit is toch van wie de vader zegt: weet je maar, ik heb er niet zo'n goed gevoel bij. Dit is Saskia en ook haar ouders willen het niet. Die geloven in een grote complottheorie van de farmaceutische industrie. In onze schouders. Dat polio niet bestaat. Dit zijn Lies en Ryan. Hun ouders zijn gestoord. Die zeggen dat je autistisch van wordt. En dit is toch van wie de vader zegt: weet je maar, ik heb niet zo'n goed gevoel bij. Dit is Saskia en ook haar ouders willen niet. Die geloven in een grote complottheorie van de farmaceutische industrie. In onze ring, in onze schouders. Wij willen in en we dan maar niet van onze ouders. Kan je dit linken aan de nieuwste aflevering van South Park? Wappies worden gecreëerd. En wat doen die wappies? Die praten al die dingen thuis. Ja, dat is natuurlijk grappig, maar... ja, wat we net keken was natuurlijk ook grappig. Want de beelden worden gemaakt om mensen boos te maken. En degenen die slapen, die doen er gewoon aan mee. Echt
zal bij je ziel komen en zien dat overal de demonen erin gestopt worden. Al die conspiracy waar mensen een jaar mee bezig geweest zijn, gaat nou allemaal tegen de mensen gebruikt worden. Op de mensen die zijn zo ver ingedukkeld. En de wakkere mensen die zijn heel erg wakker. Ja. Nou, een jaar later, kijk waar we zijn. Niet normaal maken wat niet normaal is. En, nou ja.